Dagteksten, dinsdag 2 mei 2023, 2 Kronieken 30, vers 18 en 19. De Heere, die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft, God te zoeken. De Heere, die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft, God te zoeken. 2 Kronieken 30, vers 18 en 19. Marcus 2, vers 17, het leerwoord. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Marcus 2, vers 17. Hemelse Vader, dank u wel voor uw genade, uw liefde, uw barmhartigheid. Vader, uw verzoenend bloed heeft gestroomd over Calvaris kruis. En zo heeft u ons zondaars gebracht tot u, om te geloven in de Heere Jezus Christus. Wij hebben een geloof in de Heere God, in de Heere Jezus Christus. Wij geloven in de Heilige Geest, de drie eenheid. Wij danken u, o Vader, dat wij op deze tweede dag in de nieuwe maand zo bij u mogen komen. Wij geven u ons hart. Wij geven u ons ziel en verstand. Wij willen alleen voor u leven. Dat is ons verlangen, Vader. Neemt u dat aan. Laten wij weten dat wij niet rechtvaardig zijn, maar dat wij streven naar die rechtvaardigheid in u, omdat u niet gekomen bent om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En zo heeft u ons verlost van de boze. Help ons om te komen voor uw troon van genade. We komen, we knielen neer, we belijden dat u de Heer bent in dit huis van ons. Ons hart, ons ziel en ons verstand. Heer, neem bezit van ons. Wij knielen neer, was ons schoon met uw kostbaar, dierbaar bloed. Het enige reinigingsmiddel dat ons reinigt van al onze zonden, van alles wat niet is tot uw eer. En zo komen we ook met de zieken, de bedroefden, de ellendigen, zij die zoekende zijn naar u, of zij die niet weten waar ze naar op zoek zijn, wiens leven leeg is terwijl ze alles hebben. Wij brengen voor u de jarigen, de vierenden, en ieder die staat aan hun top van hun carrière, maar u niet kennen. Hemelse Vader, neemt u ook de senioren burgers, neemt u de wezen, de weduwen, neemt u, o Heer, een ieder die hunkert naar verandering in hun leven, die alleen bij u te vinden is. En zo willen wij gaan en staan met u vandaag in het besef dat u de Alpha en de Omega bent. Het begin en het eind van ons leven en het eeuwig leven waar u ons naartoe zal brengen. Neemt u ons mee. Laten wij met u gaan en alles afleggen wat niet is tot uw eer. Geloofd en geprezen zij u daarvoor. Hemelse Vader, van wie het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen. Thank you.